Je bent een vakman. Je werkt deskundig en zorgvuldig. En je past goed op. Maar weet je wel zeker of je veilig werkt? Wist je dat je ernstig gewond kan raken als je aan een lijn hangt? Als je te lang blijft hangen, kan je zelfs overlijden aan de druk op je organen. Soms heb je haast. Of heb je iets al 100 keer gedaan en let je minder goed op. Of denk je dat je toch niet kan vallen. Per jaar komen er in de bouw 10 mensen om bij een val. En raken er 100 zwaar gewond. Zet je lijf en leven niet op het spel, maar ga voor de hoogste score. Veiligheid eerst. Waar mensen samenwerken, komt een hoop voor elkaar. Maar er kan ook een hoop misgaan. Daarom is er een coördinator uitvoeringsfase op de werkplek. Samen met de coördinator bereid je het werk goed voor. Je maakt een veiligheids- en gezondheidsplan, oftewel het VNG-plan. De coördinator zorgt dat mensen niet langs elkaar heen werken. En de coördinator let op veiligheid. Zorg voor elkaar. Ook bij een spoedklus staat veiligheid voorop. Een vallijn is niet genoeg. Die is maar voor 1 persoon. Zorg voor maatregelen die iedereen beschermen. Dat gaat vaak nog een stuk sneller ook. Kijk of je een deel van het werk beneden kan doen. Dat scheelt je een hoop tijd. En het is veiliger. Snel en veilig materiaal naar boven brengen? Gebruik de juiste hulpmiddelen. Is alles eenmaal boven? Zorg dan voor een veilige plek om te werken. Op NT-platen mag je niet staan. Juist als zelfstandige is je lijf je werk. Daar neem je geen risico mee. Een goed plan is het halve werk. Hoe is de ondergrond? Zijn er obstakels? Welke spullen heb je nodig? Wat is de veiligste manier van werken? Als zelfstandige ben je de enige deskundige op de werkvloer. Zorg goed voor jezelf. Veilig werken op hoogte is logisch, maar het moet ook van de wet. Houd je je niet aan de regels? Dan kan de inspectie SZW een boete opleggen. Niet alleen aan het bedrijf, maar ook aan jou persoonlijk. Dat kan aardig oplopen. Blijf je de regels negeren en ieders veiligheid op het spel zetten, dan legt de inspectie het werk stil. Jij komt op de eerste plaats. Zijn er kantplanken, knieleuningen en heupleuningen? Zitten ze op de juiste hoogte? Is de werkvloer dicht? Staat de stijger maximaal 15 centimeter van de muur? Jij komt op de eerste plaats. Geen enkele klus is het waard om je lijf en leden in gevaar te brengen. Dus, ga je de hoogte in? Sluit dan altijd af met een hekje.